Surprise! Ben je het vergeten? Wacht even. Nee, natuurlijk niet, schat. Ik dacht, een jubileum. Hongkong 2002. Our favorite food. Ik had een late lunch, lieverd. Sorry. Kom eens. Misschien straks. Wat? We kunnen zo aan tafel. We moeten even kunnen unwinden. Was vind je toch niet zo moeilijk om te begrijpen, liever? Haha, erg grappig. Sorry. Hey Jonathan. Leuk dat je belt. Hè? Nee. We zijn onze relatie aan het vieren, Steven en ik. Nee, gewoon thuis. Het is gekookt met kip, geloof ik. Eend. Maar vertel. Waarom vond het goed? Jezus, wat zijn wij goed, zeg. Wat geweldig. Ja, oké, ik ga dat even checken en dan bel ik je later. Oké, ciao. Hey, Steve, moet je op? Oh, nee. Steve! Kom op, zeg. Hi. Hey. Weet je het nog? Weet je het nog? Tuurlijk, Hongkong 2002. Ja. Je bent nog net zo mooi als 5 jaar geleden. Nou zeg, ik ben geen bejaarde. Nee. Maar bejaarden zijn wel opwindend. Jezus, Steve, een beetje tactisch. Wat? Ik heb gewoon zin in je. Ik ben geen donobo-aapje. Een bonobo-aapje? Ja, whatever, ik haat het gegrabbel. Jezus. Ik heb toch voor je gekookt? Wat? Jij bent alleen maar bezig met die klote gebouwen van je. Je bent er niet van steen. Dankzij die klote gebouwen wonen wij hier. En wanneer heb jij ook alweer de volgende opdracht? Dat heeft gewoon even tijd nodig. Je moet jezelf eens een keer een schop onder je reet geven. Dat is makkelijk gezegd. Hé, met het lekkere bekje van je, daar vallen die klanten wel voor, hè? Zak. Sorry. Schijtzak. Hey. Hey. Verrassing. Oké, sorry. Het spijt me. Ik was niet zo aardig net. Wil je met rijst of met noedels? Kom nou zitten, anders is het niet meer te eten. Dan is het koud. Sowieso toch niet tevreden, die gore mie. Nou, hoe was jouw dag? Kut. Gewoon kut of bijzonder kut? Gewoon bijzonder kut. Nou, dat is mooi. Heb je nog ideeën gehad? Vaker tegen je gezegd, inspiratie kun je niet afdwingen. Geen machine. Nou ja, ik verzin toch ook dingen? Ja. Jij verzint dingen, ja. Dingen. Ja, ik verzin dingen, ja. Dingen, ja. En sinds wanneer zijn de dingen die jij doet, of beter gezegd niet doet, interessanter dan de dingen die ik doe? Ik ben kunstenaar. Dat is het verschil. Je bent reclamefotograaf. Ik heb 5. Dat is al maanden over.
Jij bent gewoon depressief en dat reageer je op mij af. Hè? Nee, ga door. Oh, Sarah. Wat kinderen bij maken. 4, 5. Wat? Van die schattige met haar oortjes en die haartjes. Wat? Hé, hey, wat? Jezus, man. Hallo. Denk je dat ik het geil vind of zo? Kinderen? Zodat daar tijd voor heb, man. Gadverrottenheid. Ik zei bewijzen van in het vuur van de strijd, Jezus. Sorry, Saar, maar ik hou jou gewoon echt niet bij soms. Weet ik. Nou, en dan maar eerst die gore mie op. Mag je mij zo fotograferen? Naakt. Zat die trut aan haar te kijken? Weet ik niet. Wist zeker niet. Wat? Laten we vast oefenen. Kindjes maar. Ik ben toch een bonobo-aap? Dit wilde je toch? Kijk het, mens. Ja, wat? Nee, Steve. Ja? Ik, Oh. Laat maar. Nee, wacht. Favorite food? Hongkong? 2002, ja. Dus? Nou, gewoon. Sarah, het is klaar. Nee, dat meen je niet. Maak eens een keuze. Wat wil je? Je moet jezelf eens een keer schoppen en je reet geven. Ja, wat? Whatever, ik had het gegaan. Nee, wacht. Sorry. Je bent gewoon depressief. Ben je het vergeten? Kip, geloof ik. Zomaar. Hongkong? Je bent er niet van steen? Kinderen? Die klote gebouw. Ben je er gewoon echt niet bij? Tuurlijk, rot en uit, op. Ik probeer toch niet zo moeilijk om te begrijpen. En wanneer heb jij ook alweer je volgende opdracht? Maak eens een keuze. Hey, Lief. Surprise. Ben je het vergeten?